De provincie Gelderland heeft een subsidie van bijna 460.000 euro beschikbaar gesteld voor de containerterminal bij bedrijvenpark Medel in Tiel. In de toekomst moeten hier jaarlijks 80.000 containers worden overgeslagen. De containerterminal moet zorgen voor een betere afhandeling van de goederenstromen op bedrijvenpark Medel. Daarmee is de terminal een belangrijke schakel in het goederenverkeer over weg, spoor en water tussen de Rotterdamse haven en het Roergebied. De provinciale bijdrage wordt ingezet voor maatregelen van de gemeente Tiel in weginfrastructuur, nutsaansluitingen en gebruiksruimte. De kanaalweg wordt een gebiedsontsluitingsweg. Er komt een rotonde voor een veilige verkeersdoorstroming. De aansluiting op de A15 wordt verbeterd en er wordt een 10 kV elektricabel naar het containerterminalterrein aangelegd. Voor de waterkering aan de kade worden extra maatregelen getroffen in het kader van hoogwaterveiligheid.